Jullie waren gevlucht en weer teruggekeerd. Werd daar op school over gesproken toen? Nee, nee. We ervaarden het als, nou ja, het is gebeurd. Dat was iedere dag voor ons dan sensatie. Ja. Als kinderen dan. Daar werd geschoten, dan kwamen er vliegtuigen overheen. De Duitsers die marcheerden door de stad met de muziekskorps. En in het begin was het nog niet zo erg. Maar naarmate van de oorlog natuurlijk, dat je ouder wordt, ging je beseffen wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. En vooral toen hij dus, want drie deuren verder bij ons woonde een Joods gezin, Jood IJsman. Die kregen allemaal een ster op en die mochten dus nergens meer verschijnen. En die hebben wij nog weggebracht hier in Breda. En die moesten zogenaamd gaan werken in Polen. Maar wat wij natuurlijk niet wisten, wat er na de oorlog tevoorschijn kwam. Wat er gebeurd is met de Joden. Dat was hier net tegenover het postkantoor. Daar had je zo'n, daar stond ook nog een school geloof ik, met een groot hek. En daar hebben ze naartoe gebracht en afscheid genomen. En van daaruit zijn ze afgevoerd. En nooit meer gezien natuurlijk. Zelfs de kinderen die gingen er trots op. Dat ze een Jodenster hadden en wij niet. Er werden vliegtuigen neergeschoten. Wat deden wij als eerste? Hup, naar Bavel, daar naartoe. En vooral dat vliegtuigglas, dat plastic. Plastic glas. Ja. En daar werden ringen van gemaakt. Plus alle ornamenten eruit slopen. Hoogtemeters. Dat was heel interessant. Net voor het stationsplein, toen was ik 14 jaar, een bom op het station. Dat was een propaganda etalage van de Duitsers. Met gevolg alle boeken op straat. Ik denk, ja, ik moet dat ook eens eentje hebben. En dus dat heb ik meegenomen. In de eerste jaren had je toch wel een leger, een Duits leger, dat je zegt, nou, magnifiek. Dan waren ik zei altijd tegen mijn schoonvader, dan waren jullie maar kwattersoldaatjes. Want mijn schoonvader was militair. Op een morgen hoorden wij een hoop gebulder boven richting Bavel. En mijn vader die zegt, Ad, we gaan even boven op de dakkapel. En dan hadden we een heel mooi uitzicht. Hij zegt, kijk eens rond, Bavel, alles staat in brand. Diverse boerderijen. Hij zegt, nou, volgens mij duurt het maar een uur en dan zijn ze hier. Hij zegt, weet je wat we doen? We hadden een goed voorraad van eten. Hij zegt, we doen een gedeelte, laten we in huis, een gedeelte in de schuur. En wij hadden dus buiten ons, achter de schuur, dat was een weiland, waar de boeren en zo, hadden wij een privé schuilkelder. Hij zegt, en het eten in de schuilkelder. Een uur of drie daarna hoorden wij in één keer tanks aankomen rollen. En daar kwamen de tanks binnen. En die namen allemaal achter onze woningen een plaats in. En in één keer komt er iemand naar binnen, een vreemd uniform. Wij dachten. Maar die sprak Duits. Had twee pistolen in de dingen. Die zegt tegen mijn vader van, papi, waar is Moffie Moffie? Maar omdat hij Duits sprak, dacht mijn vader, bekijk het maar. Jij bent een verklede Duitser in een geallieerd uniform. Met gevolg dat hij aanbleef houden, dat hij zegt, papi, waar is Moffie Moffie? Want bij ons achter was de kazerne, de Trip van Zoutland. Toen zegt hij tegen mijn vader, ik ben Poland. Maar mijn vader vertrouwde het toch nog niet erg. En die deed maar net of hij Oost-Indisch doof was en dat helemaal niet begreep. En hij met zijn twee pistolen de trap op en hij ging weer naar buiten. Nou ja, achteraf bleek het dus Polen te zijn. We waren natuurlijk erg nieuwsgierig, want we gingen kijken naar die tanks. En dat waren dus geen Duitse tanks. En we zagen dus daar de sterren op en wij dachten Amerikanen, maar ja, het was de Poolse panzerdivisie. Gelijk brachten natuurlijk de rellen uit, want dat waren natuurlijk diverse meisjes die dit met de Duitsers hadden gehouden.
Die werden opgepakt en kaal geschoren. Op plaats werd het een beetje te gek dat ze ja, die vrouwen wouden gaan slaan of zoiets. En daar sprongen de polen tussen. Dat was niet nodig. En daarna zijn die pantsers opgerukt naar Ter Heide, Moerdijk. En daar zijn ze halt gehouden. Want ja, de Duitsers zaten achter de rivier. Hè. Daar was natuurlijk wel voedselschaarste. Alleen, wij hebben er nooit iets van gemerkt. Want mijn vader zat dus in de bouwbedrijven. En die boeren, die moesten niks anders dan staal hebben. Beton, stenen. Dus dat werd bij de boeren gebracht. In de oorlog zijn we niets tekort gekomen. Helemaal niets.